Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza opgenomen op 13 juni. Er zijn veel wolkenvelden aanwezig boven Nederland, maar hier en daar breekt ook de zon goed door. En in de loop van de dag zal de bewolking meer en meer gaan breken en krijgt de zon steeds meer ruimte. Alleen het noorden blijft toch wel erg gevoelig voor bewolking. Ja, die wolkenvelden die komen vanaf de Noordzee. We hebben nog steeds te maken met een westelijke stroming, maar dat gaat wel veranderen. Morgen gaan we dat duidelijk merken. Vandaag ligt de temperatuur vanmiddag zo tussen de 19 en de 22 graden. We zijn een zonnige periode en wolkenvelden, dus, maar het blijft wel overal droog. Wat dat betreft is dat nog wel een verschil met gisteren, want toen vielen er nog een paar buien. Vanavond en vannacht wordt het dan vrij helder. De temperatuur ligt rond zonsondergang zo tussen de 16 en de 19 graden. En de wind die vandaag westelijk is, die gaat dan draaien naar het noordwesten en zal in de loop van de nacht verder gaan draaien en wordt dan uiteindelijk oostelijk. En morgen staat er dan een hele zwakke wind uit oostelijke richtingen. De temperatuur kan dan oplopen naar zo'n 22 graden in het noorden tot 25 of misschien lokaal wel 26 graden in het zuiden. Er zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog. Ook aan de stranden is het heerlijk weer. Het is wel zo dat er in de middag mogelijk een bries vanaf de zee opsteekt, maar het blijft wel zonnig. Bewolking wordt daar verder niet verwacht. Donderdag wordt het nog warmer. De temperatuur die loopt dan op naar zo'n 24 graden in het noordwesten. Tot 28 of misschien wel 29 graden in het zuidoosten van het land. Het zijn flinke zonnige perioden. Maar smiddags dan kan er wel hier en daar een enkele onweersbui tot ontwikkeling gaan komen. Vrijdag. Hebben echt te maken met een dip? De temperatuur komt dan niet veel verder dan 18 of 19 graden. En er vallen een aantal buien bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Dat is echt een stuk frisser dan de donderdag. In het weekend zien we weer herstel. De temperaturen gaan omhoog en de kans op buien wordt zeer klein. Zondag kan het zelfs weer zomerswarm worden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Wiplaza. Ik wens u een fijne dag.